Hebben jullie het gelezen, het stuk over het vrouwenbrein? Er werd het verschil aangegeven tussen ons brein en dat van vrouwen. En dan blijkt dat wij dus een grotere kop hebben gewoon. Wij hebben meer brein. Maar dat wil niet zeggen dat wij intelligenter zijn dan vrouwen. Dat kwam uit dat onderzoek naar voren. En al die verschillen kwamen natuurlijk naar voren over mannen en vrouwen. Ja, de meeste kennen we wel. Dat is dan van, wij kunnen beter inparkeren, want wij hebben beter ruimtelijk inzicht dan de vrouwen. En vrouwen zijn dan weer een beetje taalvaardiger. En mannen hebben dan een grotere reactiesnelheid, wordt er dan gezegd. En vrouwen hebben dan weer betere herkenning van emoties bij anderen. Enzovoort, enzovoort. Al dat soort verschillen. En dat vrouwen natuurlijk eerder mentaal rijp zijn dan mannen. Maar dat soort dingen, dat weten we allemaal wel. Maar wat dan niet in zo'n onderzoek zit, en daar gaat het mij nou juist om, dat is dan waar wij als mannen mee te maken hebben. Als mannen. Daar lees je dan niks over. Nee, natuurlijk niet. Nee, want luister eens even goed. Wij mannen, wij zijn gewoon eendimensionaal. Wij zijn gewoon flinterdun glas. Is wat je ziet, dat is wat je krijgt. Dat is hem. Dat zijn wij mannen. Ja, wij hebben geen verborgen agenda's. Wij strijden met open vizier. En als we liegen, dan liegen we. Punt. En dat is dan ook volkomen voor de hele wereld te zien en zichtbaar. Maar nou even de vrouwen. Kijk, want een vrouw, ik heb het al eens eerder gezegd, ik ben er officieel mee gestopt om vrouwen te begrijpen. Dat is me een potje ingewikkeld. Die doen maar wat. Je hebt met al die hormonen te maken en al die sprongen en al dat gedoe meer. En dan kan je dus in de meest vreemde situaties terechtkomen. En is het niet in een discussie, dan is het wel in een ruzie, dan is het wel in gedrag. Let goed op, bij vrouwen komt altijd de aap uit de mouw. Ja, het is altijd en eeuwig die truc. Het is altijd Hans Klok. Die hebben ze altijd bij zich. Want net als je denkt, nou ben ik er, nou heb ik het, en dan in één keer, hup, daar komt die aap weer uit die mouw. En dan pakken ze weer een vreemde afslag. Of ze beginnen over dingen van jaren geleden. En dat is zo moeilijk met vrouwen. Ja, en hoe ga je daarmee om? Ja, niet. Want dat is de treurigheid van ons mannenbestaan. Wij zitten thuis altijd met Hans Klok.